Ons advies gaat over het Europese Citizens Initiative. En dat betekent eigenlijk een middel om meer participatieve democratie tot stand te brengen. Europa is niet alleen Brussel of Straatsburg, het gaat over alle Europeanen. En het verdrag van Lissabon zegt uitdrukkelijk dat het gaat over het samenbrengen van de opinies en echt de betrokkenheid van alle Europeanen, niet alleen in het besluitvormingsproces, maar evengoed om te zien to shape Europe, om Europa te maken. Heel vaak zien we dat met goede bedoelingen, maar dat veel gebeurt vanuit Brussel of Straatsburg. En het is dus top-down. En we moeten meer en meer zien wat de plaats is van de mensen, van de citizens, die de dragers zijn van de Europese democratie. Dus het belang ervan is dat we de participatieve democratie, dat die versterken. En dat kan je niet beter doen dan die koppeling te maken op het lokale en regionale vlak, omdat dat het dichtst ligt bij de verwachtingen en de aspiraties van mensen. Wel, ik zie dat het Europees project verwatert, dat er een gebrek is aan vertrouwen. En nochtans is dat nodig om groei tot stand te brengen, jobs mogelijk te maken enzovoort. En ik denk dat wat mij gedreven heeft om kandidaat te zijn als rapporteur voor dit initiatief, dat is precies om aan te geven, betrek de burgers. Betrek de mensen, betrek de Europeanen bij heel dit Europees project, omdat het zo belangrijk is voor elke man, voor elke vrouw, een jongere of een oudere.